start is gevallen. Gideon of Egypt, die is het snelste weg. Buitenzijde daarnaast Katakara Bossen. Derde plek is aan de buitenzijde van Giel van Kamstra. Galoppade van Guylaine F. Boko. Guylaine F. Boko uitgeschakeld paard nummer 9. 9 galop. En die is eruit. We gaan maar even meetellen. We hebben nog 6 paarden over. De paarden gaan de bocht in. De leiding wordt daar overgenomen door Katakara Bos. Katakara Bos, daarachter op plaats 2 Gideon of Egypt. Daarachter volgt aan de relingszijde dan John Dekker. Die heeft daar een mooi plekje gevonden met Amy van Jip. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Buitenzijde gaat naar voren de favoriet Giel van Kamstra. Die krijgt slecht positie op dit moment. Eigenlijk is er maar één optie, dat is doorrijden. Dat weet Roegers ook, maar dat kost wat moeite. Want Katakara Bos houdt het tempo aardig hoog. En zo gaan de paarden de laatste ronde opzoeken. Katakara Bos, daar komt Giel van Kamstra aan de buitenzijde. Nu zou hij eventueel in kunnen parkeren, Roegers. Gaat hij ook proberen. Daarachter op plaats 3 Gideon of Egypt. Die probeert niet het gaatje dicht te houden. Dat maakt het een stuk makkelijker. Daarachter volgt op plaats 4 Amy van Jip. Vijfde plaats daarachter is voor Niels Jongejans met Going to the Run. Die paarden dicht bij elkaar. Eén deelnemer nog kort daarachter. Die heeft een lengte of 3 achterstand. En dat is Eldorado Melo. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Katakara Bos vooraan. Daarachter op plaats 2 Giel van Kamstra. Dan volgt Gideon of Egypt. De vierde plaats daarachter is nog altijd voor Amy van Jip. En daarachter volgt dan Going to the Run. Aan de buitenzijde gaat nog een keer in de aanval. Maar die is al uitgeschakeld. Guylaine F. Boko. Nu gaat een andere deelnemer in de aanval. Dat is John Dekker. Die gaat met Amy van Jip naar voren. Schuift op naar plaats 3. Maar daar heeft Minema natuurlijk niet op gewacht. Die gaat nu ook versnellen. En zo gaan ze de laatste 500 meter in. Leiding in handen van Katakara Bos. Die gaat als eerste de laatste bocht in. Giel van Kamstra ligt tweede. Derde plaats daarachter nu voor Amy van Jip. Daarachter Gideon of Egypt en Going to the Run. Zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bochten. De leiding is nog altijd voor Katakara Bos. Nummer 4. 4 galop. Katakara Bos is als eerste in de laatste rechte lijn. Tweede plek is nog altijd voor Giel van Kamstra. Die loopt nog niet echt in. En als Katakara Bos zou winnen, dan is dat bijna een droom voor de fokker en de eigenaar. Want Katakara Bos was ruim 3 jaar lang niet op een koersbaan. Heeft 1 keer gelopen in Groningen. De laatste keer had hij pech en daar komt hij aan. Go baby, go, go, go. Helemaal alleen. Katakara Bos. Geduld wordt beloond. Daarachter op plaats 2, Amy van Jip. Derde Giel van Kamstra. Uitslag is officieel, dames en heren. De winnaar dus ook. Dat is paard nummer 5. Katakara Bos, Dennis Minnema. Die wint in een mooie tijd. 1.18.1. 1.18.1 en dat betekent een nieuw record voor Katakara Bos. Op 7-jarige leeftijd hier in Groningen. Wint ze haar eerste koers en maakt er ook bij een nieuw record. Mooi succes voor de familie Koning. Die hier allemaal zijn gekomen. Volgens Dennis staat hij niet stil. Dan loop ik al eerst even met Dennis mee. Want de trekker komt voorbij, er komt de startauto langs. Het is een drukte van belang. Dennis, het paard is een stuk ouder dan de overige paarden. Is dat een groot voordeel? Nou, het is wel een voordeel, maar ze was niet zo makkelijk. Ze was niet zo makkelijk en ze is niet zo makkelijk, dat ziet u, dames en heren. Maar ze is misschien niet makkelijk, maar ze is wel een zeer snel en ze wint hier dan ook de koers. Met Dennis Minnema, deze dochter van Uronometro uit Nogaret. Nogaret was ook al een goed paard van de familie Koning. Ze wint hier, dames en heren, geeft haar een groot applaus. Ze winnen de meneer Van der Veenprijs en hij heeft straks zijn Facebook in Denemarken.